andere thema, hoe gezond ben ik, is Nevrosuur Medical Center vandaag gestart met een gezondheidscampagne. Deze activiteit wordt in samenwerking met MyLab gehouden. Via deze campagne wordt de gemeenschap in de gelegenheid gesteld om haar bloeddruk, bloedsuiker en gewicht te meten. De bezoekers kunnen naast de metingen ook laboratoriumonderzoeken doen. Verder kunnen zij informatie inwinnen over verschillende aandoeningen. Ingrid Heerenveen, directeur van Nevrosuur Medical Center, zegt dat er speciaal voor deze vakantie is gekozen omdat je dan groter publiek kan bereiken. Vooral mensen met risicofactoren kunnen ontdekt worden. Volgens Heerenveen is het groeiende aantal nierpatiënten de directe reden voor dit initiatief. We hebben deze dag eigenlijk georganiseerd vanwege het feit dat we een stijgende trend bemerkt hebben onder het aantal nierpatiënten en met name ook het aantal dialysebehoeftige patiënten. Wat we ook zien dat er heel veel diabetes rondlopen, heel veel suikerpatiënten en het zijn met name patiënten die soms niet eens weten dat ze deze ziektes hebben en als ze deze ziektes hebben dat zij hun suiker en bloeddruk niet goed onder controle hebben. Met als gevolg dat dus die nieren achteruit kunnen gaan. Het lastige is van deze twee aandoeningen, als eenmaal suiker en bloeddruk schade aan de nier hebben veroorzaakt, dat het een blijvende schade is. Het kan niet terug. En blijvende schade wil zeggen dat die nier dus gaat falen. En op basis daarvan krijg je dus een situatie dat we de nieren moeten gaan helpen om de afvalstoffen uit te spoelen. En dat is dus de dialyse. Heerenveen zegt verder dat de bezoekers bewust worden gemaakt van het belang van de nieren. Ze benadrukt dat het aantal dialysepatiënten in Suriname zeer alarmerend is. Vrij alarmerend, in die zin dat we op dit moment nauwelijks dialyseplekken meer hebben. Dat wil zeggen, de behoefte is veel groter dan de capaciteit. We hebben dus geen machines op dit moment echt behoorlijk vrij om mensen te spoelen. Dus vrij alarmerend. Ingrid Heerenveen, directeur van de Nevrosuur Medical Center. Dit centrum is vandaag gestart met een gezondheidscampagne met als thema Hoe gezond ben ik?